ben trainer van de U7 hier, de eliteploeg. En we hebben vandaag voor de eerste keer teruggetraind in het coronatijdperk. We hebben een aangepaste training gemaakt voor de jongens. Dat ze toch een beetje afstand moesten houden, altijd. En zoals de trainer van de U8 al net meegegeven heeft, hebben we met wachtkegels gewerkt. We zitten ook in één bubbel. Dus dat wil zeggen dat de oefeningen elkaar ook afwisselen. Dus wat de U8'en doen, gaan de U7 nadien doen en andersom. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. Ik zie het wel heel positief in. Als we dit 5 weken kunnen doen, dan staan we een heel stap verder dan als we moeten beginnen op eind juli met de nieuwe jongens. Dus het is wel positief, het is aanpassen. Maar ik denk dat we positief moeten zijn in deze tijd en het positieve meenemen. Het was een leuke training, je doet het voor die gasten en dat is het belangrijkste.